Morgen gaan we de grote spullen verhuizen. En vandaag zitten we weer met de doos in de auto. Ga je mee? Ga je eindelijk mee? Nu is het moment aangebroken dat de dieren meegaan. Boris! Niet zo veel, jong. Vandaag is het zaterdag en het is de dag van de verhuizing van de grote spullen en van de dieren. Eigenlijk gewoon de verhuisdag waar alles om draait. Het is een prachtige dag vandaag. Het is 9:15. Het wordt tenminste een mooie dag vandaag. Het wordt warm. Ik heb net met Borisje gewandeld. Ik kan het vuilniszak uit de wieg vinden. Oh, handig. Het eerste ritje van vandaag. Daar heb je er zin in? Nou, daar ga ik geen antwoord op. Nou, dat klinkt dus dat het een goede dag gaat worden. Veel te vroeg. Oh. Nou, veel te vroeg, veel te weinig slapen. Ja? Dan kan ik er niet anders dan mee eens zijn. Zo. Ja. En nog meer? Het is inmiddels wat warmer. De dag is een beetje gevorderd. Het is 9:15. Het is nu 2:30 en we staan in de rij bij de afvalstort. Heb jij nog wat te vertellen? Nou, dan ben je flauw van vandaag. Dit is het laatste wat we ongeveer gaan doen. Behalve dat we nog een hondenbench gaan ophalen. De rij wordt snel langer. Dat is wel bang, ja, als je dit aan smijten met een spul. Heb ik dit ook een keertje gezien? Dat had ik nog nooit gezien. Goh. Al dat afval in je gezicht van iedereen. Die stof ervan. Nou, dat is weer geregeld. De politie rijdt achter ons. We zitten in de auto met een bench van Boris. Die hebben we net opgehaald. Ik zit alleen behoorlijk klaar, omdat die bench iets te groot is. Ja. Ga je mee? Ga je eindelijk mee? We gaan nu dus weer naar het huis toe. En de inrichting staat nog niet helemaal zoals dat het uiteindelijk gaat worden, maar we hebben eerst gewoon alles neergezet. Nu is het moment aangebroken dat de dieren meegaan. Ik wil er even open, zit een spin op je dag. Was hij dik? Nee, een babyspinnetje. Nou, de dieren voor het eerst in een nieuwe woning.
al uit? Oh, ze is al uit, ja. Dit wordt de eerste keer hier avondeten sinds we hier dan echt wonen, want we hebben hier al vaker gegeten. Goed. Vandaag ging het eigenlijk heel erg goed. Gaat-ie. En we gaan Dami eten. Maar daarvoor. Volgende dag en we zitten in een snikhete auto, want het is een prachtig weertje. En de auto stond in de zon, denk ik. Stond de auto in de zon? Ja. Want daar is de zon. En we laten heel eventjes de dieren alleen, want we moeten eventjes op pad. We gaan ook nog even naar mijn huis toe, want er zijn nog een paar kleine spulletjes die we nog willen ophalen. Zoals wc-papier. Oh ja, de schuur moet nog leeg. Moeten we wel geblenden van erin. Groene wordt niet. Zo zijn we ineens op een mooi plekje aanbeland buiten. Wat zit de politie de hele tijd achter ons aan? De eerste keer koken sinds we hier komen. Ik twijfel een beetje wat te genoeg is, maar ik heb natuurlijk nog nooit eerder gekookt. Nee, we hebben gewoon dikke honger daar. Dat is mijn grote taal volgens mij. Het is al de hele dag lekker warm in huis. Ja, 25 graden. En dat van net, dat was een grapje. Dat eten is voor 2 dagen of meer, als het goed is. En minder als het slecht is. Waar ga jij met dat omzettetje naartoe? Naar de tafel. Niet zo veel, jong. Dat is abnormaal. Dan hoef je niet 2 keer op te scheppen. Zo. Jongen, dit is wel 5 keer opscheppen. Oh, katijntje. Ze is weer helemaal vies. Inmiddels is het alweer avond en we zijn nog een beetje bezig. Om dingen wat meer op hun plek te zetten en zo. Een klein beetje opruimen. Het is best veel verhuisbende, dus dat duurt wel even. Nee, doe dat buiten. Doe dat buiten dan. Wat? Doe dat buiten, niet hier. Nee, 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 soms komt hij eruit, soms komt hij eruit. Ik kan even niet meer terugvinden waar het einde is van de verhuisvlog. Dus ik sluit hem nu even af. Als je het leuk vindt om verder te kijken, kun je vlog 101 bekijken. Mocht ik er nu een beetje apart uitzien, dat klopt. Want ik ben niet zo fit geweest. Bedankt voor het kijken naar deze video en tot in de volgende video. Doeg!